Welkom bij een nieuwe eSport News. Vandaag gaan we het hebben over de finale van de LCS. Is er een groot Counter-Strike toernooi geweest? En gaat eSports, ja we gaan het er weer over hebben, toch echt Olympisch? Nieuwe week, nieuwe eSports nieuws. Marcel was afgelopen weekend natuurlijk in Ahoy, Rotterdam voor League of Legends. En ik mocht ook komen. Ja, ik wou net zeggen, ik was niet alleen, Peter. Nee. Tjongejonge, jouw vuurdoop. Ja, ik heb meegemaakt nou. Hoe was het? Wat vond je ervan? Nou, ik vond jou heel fanatiek. Je was heel fanatic, want ik kon alleen met jou praten in de rust tussen matches. En als de matchen begonnen, was je ook echt weer... Ja, dan moest ik gewoon zitten en kijken. Ja. Daar kom je toch voor? Ja, blijkbaar. Hartstikke goed. Ik vond het heel bijzonder. En ik vond het leuk dat de Ahoy vol zat. Tenminste, de eerste twee ringen. Ja. Heel knap. Heel bijzonder wat het doet met mensen. Ik weet niet, zullen we eerst even behandelen wat er is gebeurd? Nou. Laten we dat eerst even doen. Oké, prima. Laten we eerst gaan beginnen dan met de standen. Ja. In Europa heeft namelijk G2 eSports, die heeft gewonnen. En hoe, want ze zijn vorige keer, vorig seizoen zaten ze nog een challenger. Ze zijn gepromoot en ze winnen meteen de springsplit. Leuk, er zit een Nederlander in, dus dat is wel tof. En de coach ook Nederlands. Ja, inderdaad. Ja, goed. Dus, jezus, ik hoef niks meer te vertellen hier. Ik weet niet hoe ze heten trouwens. Hybrid, dat was de Nederlandse speler. Heel tof. Ja, ja dat is toch tof, het Nederlandse trots. Hartstikke gaaf. Ik moet wel zeggen dat die andere jongen, die... Ja, Van Bevin, de Fabian, van Fnatic, ja die ja. Dat die wel meer gevolg heeft. Die heeft wel... Ja, die is drie keer of zo naar het wereldkampioenschap geweest. Ja, precies. Hij is de midlaner die Faker, de beste midlaner ter wereld, twee keer solo killed heeft, zeg maar. Ja, dat is leuk. Oké, ze zijn door. Fnatic is derde geworden. Fnatic was derde geworden, inderdaad, je nog steeds een hele goede prestatie. Het was 2-3. Het was een lange zit voor ons, zeg maar. Ja. En Origin is dan tweede geworden. Ja. En in Amerika is het ook de finale gespeeld natuurlijk in Las Vegas. En daar is Immortals is daar derde geworden. Was eigenlijk wel verwacht dat ze hard zouden gaan. Want ja, die waren gewoon heel erg goed. Ja. TSM is verrassend tweede geworden. En CLG is eigenlijk eerste geworden. Ja, en gaat CLG nu ook tegen... Nee, ze hebben nou zeg maar deze, want ik weet al wat je denkt, dat kun je het al gaat zeggen. Ze hebben nou deze ronde, hebben ze punten gekregen. Ja. Nou volgt er nog een split. En dan degene alle punten bij elkaar, daar de top 3 of 4 van die mag gaan meedoen aan de wereldkampioenschap. Oké, tof. En dan kunnen ze tegen elkaar komen. Ja. Hey, terug naar Ahoy, want het was in Nederland in Rotterdam. En hoe was dat als je het vergelijkt, je hebt veel van de internationale toernooien meegemaakt. Ja. Hoe doen we het? Qua supporters, qua toernooi zeg maar. Is het vergelijkbaar? Nou, ik vond het heel erg vergelijkbaar met Brussel. Dat was eigenlijk, met Worlds was daar eigenlijk precies dezelfde opzet. Ja. Alleen was daar de venue echt gewoon heel erg... Mag ik het zeggen? Belgisch? Ik weet niet wat Belgisch... We hebben heel veel Belgische kijkers. Dus een beetje oud en een beetje... Ook België, jullie zijn oud en verlept. Nee, maar sommige gebouwen zijn wel zo mooi. Oké. Dat vond je ook van het event zelf? Ja, nou ja, dat binnen was hartstikke mooi. Maar daarbuiten dacht ik echt van, nou, in welke schuur gaan we nou LCS kijken? Oké. Toen kwam ik iemand binnen en dacht ik wel van, niet verkeerd. Het is niet te vergelijken met Berlijn of in Londen toen. Wat is het verschil dan? Ja, nog groter. Ja, groter. Maar ook qua mensen? Of? Ja, heel veel meer mensen. Heel veel meer cosplay, meer aankleding. Okay. Ja, precies. Dan hingen er vlaggen en was er een store, zeg maar. Nee, het is toch al, ja, omdat een EK is, is het nog wel ietsje kleiner dan een wereldkampioenschap. Oké. Dat is echt wel begrijpbaar. Hey, je hebt ook gevlogd, hè? Ja, klopt ja. Zullen we dat laten zien ook, of niet? Nou, zullen we doen? Mooi. We zitten in Rotterdam. Het gaat zo meteen beginnen. Fnatic, ik ben hier met... Tof, we hadden nog wel één kleine discussie achteraf, sowieso over Fnatic fanshop wilde ik hebben. Ik had dan een Fnatic shirt gekocht. Ja, je was eigenlijk aan het dissen dat ik geen Fnatic jasje had, zeg maar. Ja, want het jasje vond ik heel mooi, maar goed, daar wil ik het niet over hebben. Waar ik het over wil hebben is dat er echt wel nog wat te winnen is in de wereld van e-sports. Ik ben een jaar lang seizoenkaart gehad bij PSV. Nou is daar heel veel op aan te merken hoor, wat bij het Philips staat is het ook wel stil. Maar ik vond het te stil van qua supporters. En alleen als er iets gebeurde was het juichen, maar verder was het gewoon stil. Dus ik mis eigenlijk chanting. Ik mis liedjes. Precies. Spandoeken. Ja, spandoeken, die kun je ook op publiek heen gooien. Ja, precies. Waarom is dat niet? Het komt eigenlijk omdat de e-sport is nog heel erg aan het groeien. Het is natuurlijk nog net, bestaan ze heel erg. Ja, maar Fnatic is er al wel 5 jaar. Die heeft wel heel veel fans. Die kunnen toch een supportsvereniging starten met elkaar. En... Fnatic.
Ja, nou, ik denk dat het nog gewoon wat meer tijd nodig heeft. Denk je dat het maar nog komt? Ik denk dat het sowieso niet meer is. Nee, ik denk wel dat het sowieso wel gaat komen. Okay. Je hoort gewoon die mensen roepen heel de tijd. Joh. Die gaan echt wel, als ik een liedje inzet, dan gaan ze vast wel mee. Hmm. We hebben het ook een paar keer geprobeerd, ook in Londen. Ja. Toen werd de champion Azir werd toen gepikt, dus een midlaner. Ja. Toen gingen we met z'n allen, Azir! Ja, la 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 la. Ik doe nu al mee! Ja, precies! Je kan erop lachen, ik mis het echt. Ja. Ik vind het te stil. Er is nog een klein stukje feedback. Ja, oké. Maar ik bedoel positief, ja, dus niet dat ik het afzij. Ik ben het er al mee eens. Er moet gewoon iets meer. De e-sporters zelf, match 2 werd fantastisch gewonnen door Fnatic. Die gingen er op en eroverheen. Het sloeg nergens op, zelfs ik ging mee. Vervolgens was er een minuut lang juichen. Ja. Maar wat doen die gasten, de sporters zelf, die staan op en lopen weg. Als die gasten iets meer met het publiek bezig zijn. Ja. Even gewoon, come on, dan is dat stadion 5 minuten plat. Waarom is er niet iemand die dat tegen ze zegt, sowieso dat ze dat moeten doen? Dat ze net op het einde van een voetbalwedstrijd gewoon alle 11 zo... Ja, precies. Ja, iets meer met je publiek. Ik bedoel, ja. Ik weet dat in sport best arrogant zijn. Ik wil iets zeggen, misschien dat het best wel lame klinkt. Okay. Maar er was vorig wereldkampioenschap, die Faker, die beste midlaner ter wereld, ja. Die maakte een koprol op het podium. Dat was zeg maar, leuk. Daar hebben ze ook een kwartier lang voor staan. Nou, leuk klappen zeg maar. Maar waarom wordt ze dat niet verplicht? Om in ieder geval iets met het publiek te zijn. Maar kijk, je bent gewoon niet alleen. Het is hartstikke leuk dat je in je game zit. Dat snap ik wel, maar dat is niet de wereld waarin je zit. Precies. Nou ja, weet je wat het is? Misschien kwam het, want de wedstrijd die wij gezien hebben was de 3e en 4e plek. Ja. Daarna werd de finale gespeeld, de zondag. Heb ik trouwens ook een leuk filmpje van. Nu even snel kijken. Ja, zoals je dus zag, confetti-kanonnen, ze gingen heel publiek rond om allemaal te juichen, iedere kant op. Kijk, dat was iets meer interactie, maar ja, die mensen hadden net een flinke geldbedrag, punten en een beker gewonnen. Ja. Dus dan denk ik ook dat je iets blijer bent dan als je de 3e of 4e plaats wint. Ja, nee, oké, maar dat is dan alleen op het eind. Ik bedoel, mag tussendoor ook, vind ik, nou goed. Weet je, daar ben ik het wel mee eens. Ze mogen wel best wel iets meer naar het publiek toe gaan. Ja, dat zou namelijk wel helpen met voor het volk het iets... Maar ja, aan de andere kant, je hebt natuurlijk de shoutcasters, die mensen die daar alles staan bij elkaar staan te presenteren. Die, willen een beetje, die zijn meestal voor het publiek een beetje gehyped te krijgen. Ja, oké. Ik vond het een hele mooie ervaring. Ik vond het fantastisch dat ik er was. Bedankt voor die Bedankt dat jij zelf kaartjes geregeld hebt. Maar, Hartstikke leuk. We gaan door. Het is een beetje hot coffee show. Ja, dit, ik denk het. Ja. We gaan door naar het volgende, namelijk CSGO. Die was ook finales, namelijk op DreamHack. De DreamHack Masters in Zweden. En ja, Malmö toch? Ja, Malm, ik weet niet hoe je het uitspreken. Malmö. Ja, puntjes op die O. Malmö. Malmö. Knekkenbreuk. Wat? Ik zal meteen de deur in huis vallen. Ja, doe anders met de deur in huis vullen. Ik kom aan, de nummer vullen. Ja, dat is kut. Oké. Maar met de deur in huis vallen, want het werd een beetje een thuiswedstrijd. Voor de ninjas in pyjama's. Ja, want NIP of ninjas in pyjama's, die waren redelijk goed in het toernooi door eigenlijk. Ja, de halve finale was nog een beetje spannend, maar daarna hadden ze gewoon twee vingers in de neus. Het komt eigenlijk ook wel een beetje, weet je, ik ben ook een fan van Fnatic op elk front natuurlijk. Ja, natuurlijk. Hè? Dus ook met CSGO natuurlijk. Alleen, wat bleek nou, of wat is er, de beste speler, Olaf Meister, die is geblesseerd aan zijn hand. Ja, serieus, hij kan niet spelen. Wat vet. Ja. Ja. Trouwens. Ik denk, ik wil even terug, ja. Voordat we hiermee doorgaan. Okay. Of wil je het eerst afmaken, zeg wat maar. Jij wil. Nou, dan wil ik nog even terug naar League of Legends. Okay. Want er is niet iets aparts gebeurd. Wat dan? Nou, in de LPL, zeg maar, League of Legends in Azië, daar is iets raars gebeurd. Wat dan? Nou, een team moest een semifinal spelen. Ze heten de QG Reapers. Ja. En ze hebben de wedstrijd gewoon van tevoren voor feit opgegeven. Terwijl ze gewoon de semifinales moesten spelen. Gewoon voor een vol stadion? Ja, nou ja, dat nog net niet. Maar het kwam omdat ze geen midlaner konden vinden. Ze misten gewoon iemand uit een team. En het raar is, ze hebben 4 vervangende mensen voor een team. En het was zo'n samenloop van omstandigheden dat uiteindelijk niemand kon. Maar dat zou een jongensdroom kunnen zijn voor iemand in het publiek. Ik weet vroeger, toen ik klein was, toen ik naar PSV ging... dat je dan hoopte dat... Chris van der Weerde was de respect in mijn jeugd. Hè, dat hij dan geblesseerd uitviel, dat dan de trainer... Erik Gerrits in die tijd, het zei van, ja, we hebben niemand meer, is er misschien iemand die, en dat ik dan opsta en dat ik dan mag komen. Gemiste kans. Ja, gemiste kans. Hier kon het gewoon. Hier kon het gewoon. Wat vet. Het was ongelooflijk. Eentje zat vast in het verkeer, de ander was ziek, 2 hadden blessures of zo. Het was echt ongelooflijk. Ja, maar goed, dan was ik even tussendoor terug naar CSGO, want behalve dat die finale in Zweden was, ik heb hem gewoon meegemaakt. Maar dan wel op het grote scherm in de bioscoop. Bij View in Eindhoven. Ja.
En daar heb ik ook een stukje gevlogd. Ik vlog overal tegenwoordig. Oh, wat een vlog. Weet je ook zien? Ja hoor. Ik heb je nog benoemd. Hey mensen van Gamersnet, Marcel hier, de e-sport man bij Gamersnet. En Peter, ik moet weer aan jou gericht. Je mist weer wat. Behalve de LCS finale waar je gelukkig bij was, is er namelijk nog een finale het weekend in Zweden. En ja, ik kan niet van Rotterdam naar Zweden, dus zit ik hier in Eindhoven. Kijken naar de CSGO finale. Hoe awesome is dat? Nou, we gaan snel de zaal binnen om een kijkje te nemen. Thing going against Schneider from this point. 40 seconds. The positions from NIP. Impenetrable defense. And there we go. Freiburg will put the last nail in the coffin on the cobblestone. NIP somehow bounced back. Nou, je wist mijn naam. Ja. Hartstikke goed. Ja, ja. Het was super gezellig. Leuk. Ik moet wel eerlijk bekennen dat ik iets eerder weg ben gegaan om de finale van League of Legends te kijken. Ja, ja. Ik wil nog even één eentje. Sorry dat het zo lang duurt. Maar ja, het is jouw edit. Sterkte. Over dat Fnatic. Ik ben fan van Fnatic overal, zeg je net. Ja. Ik heb gehoord dat League of Legends wel heel anders is dan CSGO. Dat bij CSGO zijn er geen regels. Je mogen in principe dikke gamers mogen dat gewoon spelen. En bij League of Legends krijg je echt een trainingsschema. Heb jij mensen... Oké, ik ga nu een plaatje in beeld laten zien van de CSGO-spelers van Cloud9. Dan ga jij ziet het zelf nou niet, maar dat zijn zeg maar de meest brede gasten ooit. Breed als in gespierd en getraind. Super gespierd en getraind. Dat zijn mensen die komen zo het podium op, zeg maar. Ja, maar ik zeg niet dat ze dik zijn. Ik zeg alleen dat de regels heel anders zijn. Dat van Riot moet je van League of Legends... Kijk, trouwens, dat klopt. Ja. Riot heeft gewoon hele strenge regels voor zijn spelers. Mensen mogen niet langer een 8 uur per dag spelen. Nee, mensen moeten sporten. Goed eten. Dat is een CSGO. Skitta. Ja, nou, weet je, de meeste teams die pakken het wel een beetje op, maar vanuit de organisatie zeggen ze, YOLO, kijk wat je doet. Ja. Zolang het maar een wedstrijd is, vinden we het prima. Ja. Ja. Maar is dat dan maar is het niet zo dat CSGO spelers dikke, vatsige vies? Nee, helemaal niet. Hoewel, sommige, ik heb van de week, gisteren was een coach, was dat, die had ik gezien. Ja. En het was dan, ja, ik vond het niet echt op tijd uitzien, zeg maar, als die dan achter je staat. Maar goed, evenals dat was het... Ja, het maakt niet uit. Oké. Okay. We gaan door. We gaan naar de e-games. Jawel, het lijkt er toch van te komen dat niet alleen een Paralympics komt, maar ook een e-games. E-games. Ja, het is ongelooflijk maar waar. Maar de e-games hebben bij de Olympische Commissie aangevraagd om e-sport een Olympische game te maken. Ik ben blij dat ze dat hebben gedaan, want dat betekent namelijk dat het nooit gebeurt. Ja, ik vraag me ook af hoe... deze organisatie komt uit Zuid-Korea en ik snap dat het daar heel erg groot is. Maar volgens mij hebben ze een klein beetje nog een verkeerd beeld van de wereld en de mensen die daar zitten, zeg maar. Olympische Spelen. Ja, maar dat is flauw. Dat klopt. Maar het is ook een hele andere discipline. Ja, nou, het is gewoon... Het heeft te maken met sport, namelijk. Ik denk, het is een beetje raar als jij als organisatie binnen 3 maanden bestaat en gaat meteen... even zeggen van... Wij willen Olympische sport. Hartstikke goed. Alleen ik denk dat het nog een beetje te vroeg is. Nou ja, Bolen probeert het al 25 jaar bijvoorbeeld. 25? Ik snap ook nog steeds niet hoe curling door is gekomen. Niemand snapt het. Nee. Of schaatsen, want dat doen ook alleen wij. Ja, in Rusland. En af en toe mensen uit het noorden. Maar goed, ja, klopt ja. Maar goed, oké, dus ze hebben het ingediend, dus het gaat waarschijnlijk nooit gebeuren. Maar goed, ze gaan wel zelf iets organiseren toch in Rio? Ja, dat sowieso. Ja. Dat komt er sowieso. Ja, oké. Hartstikke goed. Razend benieuwd. Nou, bedankt Marcel. Dat was het voor deze week. Wat gaan we volgende week doen? Nou, volgende week ga ik in ieder geval kijken naar een FIFA-toernooi in het PSV-stadion. Boeren. Dus we gaan, we gaan gewoon FIFA spelen in een voetbalstadion. Ja, want FIFA is nog niet zo e-sport terug. Ja, het is meer FIFA Coins, hè? Oh, FIFA Coins, jongen. Oh, ja. God zelfs. Ja, echt, hè? Leuk. Ja. Ik weet dat Fabian Diepstraat, onze verbiffen, gaat zijn bij de Dutch College League. Oh, leuk. Misschien dat ik hem nog even een handtekening ga scoren. Oh, leuk. Een pie-shirtje. Zichtje erbij. Ja, nice. Dat is een goeie. Wil je dus meer zien van ons? Klik dan op deze video hier. Of Peter, wil jij jouw hoek doen? Ja, ik doe deze. Ja, die video daar. Nogmaals bedankt voor het kijken. Oh, en als je op Gamersnet kijkt, dan kan je niet klikken op de video. Dan moet je even in de beschrijving. De.